Brazilië is groot. Heel groot. 279 keer groter dan België, om precies te zijn. En is verdeeld over 26 staten. Er zijn dan ook gigantische verschillen in het landschap. Maar ook in het dagelijkse leven. Het verschil tussen de zuidelijke staten, de draaiende motor van Brazilië, en de rest van het land is enorm. Terwijl het in Rio de Janeiro, São Paulo en de hoofdstad Brazilië bruist van het leven, gaat het er elders wat rustiger aan toe. Daar leven de Brazilianen op het ritme van de natuur. We bezoeken de staat Bahia, in het oosten van Brazilië. België past zo'n 18 keer in deze oostelijke staat. Ten noorden van de hoofdstad Salvador da Bahia loopt de Costa dos Coqueiros, de kust van de kokospalmen. Toerisme is er hier nauwelijks. Ondanks dat de stranden hier paradijselijk ogen, kan je maar op weinig plekken genieten van de zee. Daar zorgt de rotsige kust en de stevige branding wel voor. Dorpjes zijn hier met elkaar verbonden door stoffige en bultige zandwegen. Ze zijn ingesloten door de Atlantische Oceaan langs de ene kant en door brede rivieren met mangrovenmoerassen langs de andere kant. Mangroves zijn bomen of struiken die voorkomen in rivierdeltas en vlakke tropische kusten. De wortels houden het zand en de modder vast en voorkomen dus erosie. De beschutte mangrove is dé ideale kraamkamer voor vissen en vogels. Ook het gewone penseelaapje slingert hier rond, terwijl mieren hun voorraad aanleggen. Allerlei krabbensoorten in alle groottes en kleuren vind je overal terug. Aan de kustlijn, boven en onder water, tot in de mangroves. Het blijken zelfs handige boomklimmers te zijn. Mangroves zijn gigantisch groot en vormen mysterieuze labyrinthen waarin je makkelijk verloren kan raken. Luis neemt ons mee op de rivier de Rio Itapicuru, op een tocht van het binnenland tot helemaal aan de oceaan. Ondanks dat het er aan de monding erg rustig uitziet, raadt Luis ons toch af om hier een duikje te nemen. De onderstroom is hier genadeloos. Op het grote verlaten strand vechten kalkoengieren, de vuilnismannen van Zuid-Amerika, voor een stukje verse vis. De lokale vissers gaan nu, in de winter, niet vissen op de woeste Atlantische Oceaan, maar herstellen hun tot op de draad versleten boten of hun netten. We ontmoeten Paulo. Hij neemt ons mee voor een wandeling door de prachtige natuur, waar we zelfs een stukje waden door een verfrissende rivier. Ik heb toch eerst even gevraagd of er geen piranhas rondzwemmen. Via de rivier, velden en koeien- en paardenweiden stappen we naar hem thuis in het kleine dorp Montebello, waar we op het middagmaal worden uitgenodigd. Paulo leeft hier met zijn vrouw in hun leme woning met daarin deze hypermodern ingerichte keuken. Daar wordt voor ons het exotisch klinkende frango com feijão bereid. Zeg maar kip met bonen. Naast de visvangst leven ze ook nog van de opbrengst van hun grond met onder andere maïs, suikerriet, sinaasappelen en bananen.
De opbrengst uit zijn tuin brengt hij naar de wekelijkse markt. Hier komen van wijd en zijd de boeren en vissers hun meest verse groenten, fruit, vlees, al of niet gedroogde vis, schaaldieren, kippen, granen en noten aanbieden. De klanten hebben vaak een jonge drager bij, die zo een centje bij verdient. Er zijn bakbananen, de appelachtig smakende genipapu, papaya, cacaobonen, guave, cactussen, gilou, een neefje van de tomaat, okra, atemoya, een tropische roomappel, jackfruit, dat tot 40 kilogram kan wegen, en de chuchu of cayote, de Braziliaanse komkommer. Tabak kan je hier op de rol per lopende meter aankopen. De kleine, maar heerlijke mudcrabs worden in hun eigen modder kakelvers aangeprezen. De landbouw, veeteelt, bosontginning en palmboomgaarden hebben in grote delen van Brazilië het originele tropenwoud vernietigd. Tot over een tiental jaar was dit land geen schoolvoorbeeld op gebied van natuurbehoud. Maar sindsdien wordt stilaan gewerkt aan een inhaalmanoeuvre. Strenge controles op de kap en het vervoer van tropisch hout, het beheer van de oerwouden, kweekprogramma's voor zeeschildpadden, natuurbescherming enzovoort. Vlak bij Praia do Forte ligt het Sapiranga Natuurreservaat. Het is een van de weinige stukjes Atlantisch regenwoud die er nog bestaan in Brazilië. Ondanks dat je vlak bij de oceaan bent, voel je onmiddellijk de warme vochtigheid. Je vindt er wilde papayabomen, palmen, bromelia's, zwammen, bessen enzovoort. Voor de oorspronkelijke Indianenstammen waren deze wouden de ideale woonplek. Ze vonden er drinkbaar water, voedsel en van deze doornen maakten ze geduchte wapens. We trekken naar een ander beschermd natuurgebied, Manguaseku, op de grens van de staten Bahia en Sergipe. We beginnen de tocht op de delta van de Rio Piauí, hier zo'n 3 kilometer breed. Door het kappen van de mangroves zijn hier op 1 jaar tijd al volledige eilandjes verdwenen door erosie. Het eiland waar we even aanleggen zal binnenkort dus ook verzwolgen worden door de rivier. Al is de Braziliaanse natuur hier in al zijn pracht te bewonderen. De kust van Manguaseku is beschermd gebied en kan alleen met een gids met buggy verkend worden. We rijden door hagelwitte duinen en genieten van het ene prachtige uitzicht na het andere. Enjoy the ride!
In het dorpje Mangwaseku zelf worden we vergast door snelle fladderaars en apenkuren. In Bahia gaat alles wat trager, wat rustiger. Zeker nu in de winter. De mensen leven hier van dag tot dag. Ze hebben niet veel, maar zijn wel gelukkig. Hier wordt nog gepraat, gelachen en samengeleefd. Maar dan wel geleefd op het ritme van de natuur.